Wat wij gewoon moeten doen, is wijkgericht gewoon wagens laten rijden van de Roadtap, die rondjes rijden en als ze deze tyfussoort tegenkomen, dat ze gelijk in die wagen gooien. Pond bestaat 10 jaar. Onze wens? Met volle kracht doorgaan. Doe eens rustig, joh! Ah! Hou de mooiste omroep van Nederland online. Word lid. Vieze roze flikkers. De miljoenen bezuinigingen die er in Rotterdam zijn gedaan op de buitenruimte, die hebben de stad er niet beter op gemaakt. Afval wordt te pas en te onpas neergeknald en de Rotterdammers die zijn er klaar mee. Kom je op maandag met je aanhanger bij de Milieustraat, ja, gesloten, en dan moet je toch van je zooi af en dan dump je het maar in de natuur en dan ben je er vanaf. Ja. Nou, sinds 2 jaar geleden hebben we een nieuw college in Rotterdam en het college wat er nu zit, dat vond het nodig om het programma van het vorige college van wethouder Eerdmans in de schredder te gooien. En zij begonnen met een bezuiniging die uitkwam op het eind van de rit van 35 miljoen. Dat heeft geresulteerd dat ik ze een jaar de kans heb gegeven, want ze zaten met droge kloten over te vertellen de wethouder dat het schoner zou worden ondanks de bezuinigingen. Maar ondertussen weten wij niet anders dat het ene grote teringzooi is in onze stad. Dat we de verloedering van onze stad zien en dat het de Rotterdammer zwaar irriteert vanwege de hoge afvalstoffen die ze al betalen in Rotterdam. Dat ze niet fatsoenlijk mensen kunnen uitnodigen in hun straat zonder dat ze over een hoop vuil struikelen voordat ze binnen zijn. Dan is het nog niet eens huisafval, dan is het gewoon echt grof vuil. Vorige keer stond er zelfs een halve deur van een auto stond ernaast. De meest rare dingen vind je eigenlijk ertussen. Ik moet zeggen, het valt nu mee, maar moet ik me voorstellen dat er normaal echt bergen vuilnis ligt? Ja, dat klopt. Het varieert. Hè. Dus het is nu niet zoveel, maar dit is van de laatste 2-3 dagen. Maar we treffen het ook regelmatig aan dat ze hele inboedels komen dumpen. Dus dat van ijskasten tot kasten en bedden en noem het allemaal maar op. En dat gebeurt dan ook vaak 's avonds als het donker is of 's nachts. Wat we ook veel hebben is afval van kwekerijen, wietkwekerijen. Mm. Dan moeten ze van de aarde af en dan ligt er ergens 50 vuilniszakken vol met aarde. Dumpen ze dan eventjes. En weet je, het grootste irritatiepunt is de hoge afvalstoffenbelasting die ze betalen. En dat ze dan een heel legioen van Roadtap-auto's voorbij zien rijden. En die rijden gewoon door. Defecte voertuigen. Ja, we kunnen het niet ophalen, defecte voertuigen. Ja, is toch logisch? Is die 35 miljoen die je bezuinigt, is toch normaal? Daar hoef je er niet over na te denken, wethouder. Denk daar nou eens over na. Ja. Het is heel simpel. Als je geld hebt voor een speklab, kan je geen biefstuk kopen. Maar hij wil gewoon minder dan een speklab nog geven voor Rotterdam schoon te houden. Hij verpaupert gewoon hier heel de boel. En hij heeft me nu echt heel erg boos gemaakt. Heel erg boos. Zo erg boos gewoon. Dat ik hem gewoon wekelijks nu bestookt gewoon. En het erge is gewoon dat als het bij mij komt, wordt het binnen een dag opgeruimd. En wat wil deze Rotterdamse wethouder? Dat het 3 dagen blijft liggen. Want hij wil de wijk straffen waar het vuil is bijgeplaatst. Alle dumpingen van de laatste 2 jaar hebben we op uitgeprint. Een boekwerk van gemaakt. En dat hebben we aan de wethouder aangeboden. Nou, dat heeft hij netjes in ontvangst genomen. Dan krijg je een keurige brief. We gaan er voortaan wat beter op letten. Maar het wordt eigenlijk alleen maar slechter. En nu heeft hij weer een nieuw experiment. Want wat meneer Lansing Bastemeijer nu wil, is dat deze teringzooi die hier ligt, wil hij bij de mensen door de brievenbus douwen. Ik vind het heel apart. Want ik bedoel, we betalen allemaal onze gemeenteheffing als het goed is. Ja, en dan zie je er zo weinig voor terug. Het is echt gemakzucht van de mens. En ook de gemeente vind ik gewoon tekort doen. Want hoe kan je zoveel bakken weghalen bij de bewoners die een benedenwoning hebben en dan zo weinig ervoor terugzetten? Kijk, bij mij in de straat staat 1 ondergronds container. Moet je met zoveel huishoudens moet je die gaan gebruiken? Ja, dat is belachelijk. En als die vol is, ik zet hem in mijn auto en ik rijd een stukje verder. Of ik wacht een dag. Maar van de zomer, zo bloedheet is, is echt niet leuk om met vuilniszakken in je woning te gaan blijven zitten. Wat wij gewoon moeten doen, is wijkgericht gewoon wagens laten rijden van de Roadtap, die rondjes rijden en als ze deze tyfussoort tegenkomen, dat ze gelijk in die wagen gooien. En niet gaan zitten wachten dat op het Kleinpolderplein of in de Ivoren Toren van meneer Wijbinga op de Coolsingel een melding ervan komt.